Welkom bij LBI. Komen jullie mee? Welkom op de 10e verdieping van LBI. Dit zijn onze twee grote boardrooms waar de officiële vergaderingen plaatsvinden. Wij zijn een global marketing en technology bedrijf. We zijn helemaal gericht op het creëren van business value. En onze truc is dat wij de meest uiteenlopende expertises kunnen blenden in hele effectieve teams. 10 seconden toch? Grote skybar van Amsterdam en de plekken waar we spinners lunchen. Het is heel bijzonder dat we een bedrijf hebben wat zo creatief is. En dan verwijs ik maar even een beetje flauw maar naar al die creatieve prijzen. We zijn een softwarebedrijf, wij moeten dingen bouwen. Die moeten live staan en die moeten gewoon 24/7 uptime hebben. Dat is gewoon business kritisch. Dus dat is een stress binnen één bedrijf. Dat is redelijk ongekend. We zijn hier op de 8e verdieping aangekomen van het gebouw. We hebben hier verschillende techniek disciplines. Hier hebben we frontend zitten. Backend zit daar. We hebben hier managed services zitten. Hosting zit hier. Alle techniekdisciplines op één vloer. We zijn aangekomen op de 6e verdieping. De verdieping waar heel veel geregeld wordt. Daar een hoek hebben we accounts zitten. Met traffic, dames. Daar hebben we de projectmanagers allemaal zitten. En daar links, vier rechts, hebben we het managementteam. Conversie zit er ook nog. We hebben wel een aantal spelregels in het bedrijf, maar we zijn niet een super hiërarchisch bedrijf. Ik denk dat we binnen de functies die we hebben, dat mensen best wel veel vrijheid hebben om het op hun eigen manier te doen. Het maakt het met name leuk dat wij een club zijn van mensen die gemiddeld jong zijn, maar wel een hele hoge mate van professionalisme hebben. Waarbij je ziet dat die jonge groep mensen ook voor een hele gevestigde orde verschil kan maken. We hebben een ongelooflijk mooi klantenportfolio die wij hebben uitgekozen en die ons hebben uitgekozen. En daarmee ontstaat er iets bijzonders. Als je voorstelt hoe een week bij ons eruit kan zien, dat je zo diep in de keuken mag kijken bij dat soort bedrijven en echt met hun een verandering aan het maken bent over hoe zij hun business doen, dat is eigenlijk fantastisch. We zijn hier nu op 5 aangekomen. Dat is de creatieafdeling, waar verschillende multidisciplinaire teams bij elkaar zitten om aan verschillende projecten te werken. Visual designers, UX designers. In ons aannamebeleid kijken we heel erg naar de persoonlijkheid van iemand. Is het iemand die eigenlijk heel erg uit één stuk is, die echt super slim is, die de hele tijd wil leren, maar die ook een bepaald vakmanschap heel erg wil ontwikkelen? Nou, wees jezelf, want dit kan je niet aanleren.